afgezaand. Bij het zwarte deel. Daar komt een buis op te lopen. Of ja, iets boven komt die daar te lopen. Die gaat dan naar achter. Bij de achterbrug weer vast. Gelast worden. Met een lastbochtje. En dan aan die buis komt een strip. En die strip, daar komt een gat in. En die gaat door de motorblokophanging. Dus dan zit het motorblok mooi stevig vast. En ook gewoon die daar. De achterbrug ophangen wordt ook gewoon nog een stuk steviger door. Dus, dat gaan we doen. Ik heb de buis al op maat gemaakt. Dus die gaan we er eens even tussen hechten. Zo. Dan leg ik hier een strip neer. Twee strippen. Hop. Leg ik. Een stukje hout. Dat is precies de hoogte. Dan heb ik hier de buis. Die ik mooi ingeslepen heb. Deze, die past hier dan heel mee. Gezet, zodat jullie het hier goed kunnen zien. Nou ja, ze zitten zo hartstikke netjes. Die rondingen, die heb ik aangeslepen, zodat ik hem goed kan lassen. Door je hem goed vol last, dus een dikkere las in kan leggen. En we moeten hem nog glad slijpen natuurlijk. Dus dan halen we hier al sterkte van de las eruit. Als je zo naar die hechten kijkt, die zit al bijna glad met het ijzer. Dus dat is heel super. Dan gaan we nou even de boel nog net iets beter inpakken en hem aflassen. Discover
It is within each other to forgive and make amends. If I am no... Zo, dat was alles waarvan 4 bij kon. Een paar punten die kan ik niet aflassen. Daarvoor moet ik hem even helemaal uit elkaar halen. Achterbrug eraf en het motorblok eraf. Maar dat komt nog wel een keer. Dan heb ik hier een strip afgetekend. En daar worden de ophangbeugels. Dus die gaan we eens even op maat maken. Doe ik alleen maar hechten. Ik kan het blok op deze manier. Kan ik dat niet echt goed afdekken. Dus daarom doe ik hem alleen gewoon even met een hechtje. Nou, hier heb ik het stripje. Je gaat er zo doorheen. Een bout. En dan komt hij zo te zitten. En dan geef ik hem gewoon hier op allebei de hoeken even een klein hechtje. Zo. Strip je het aardig recht. Zo. Ik doe maar kleine hechtjes, zodat het blok niet beschadigt. En dan de andere kant ook even. Zo. En dan kunnen we die ook even vast gaan hechten. Zo, die zitten. Dan kunnen we nu de schuine buizen erop gaan doen. De motorblokophanger zit er nou op. Die moet nog wel afgelast worden. Maar dat doe ik pas als het blok eronder uit is. Maar ik heb hier een prachtige pijp gemaakt. En voor de andere kant ook. En die komt hier ertussen. Dus laten jullie maar eens even tussen gaan lassen. Dat doe ik ook gewoon even hechten. En dan doe ik de andere kant ook, want ze moeten natuurlijk wel mooi gelijk zitten. Zo. Zo. Ja. Met vrij krachtige speling. Dus dan doen we deze buis. Die doen we aan de onderkant ook iets meer naar buiten trekken. Net zoals hier. Dus die moeten we dan eventjes losnijpen. Doorslaatschijfje erop. Ja.
Dan gaan we nou weer passen. Nou heeft hij veel meer ruimte. Dat is een stuk beter. Deze die zit zo netjes. Ik heb de andere kant ook even pas gemaakt. Zodat hij precies gelijk komt met deze kant. Dus die gaan we er dan eens even tussen wassen. Zit hij zo wel? Nou. Zo, je ziet. Hij trekt meteen terug, kan weg. En hij trekt hem helemaal naar beneden. Nou, dan gaan we de ook maar weer passen. Nou heeft hij een stuk meer ruimte. Evenveel als aan de andere kant. Dus dat is mooi. Hier zo zit hij ook netjes er tegen. En dan hier. Die ook er netjes tegen, zoals jullie kunnen zien. Dus, nou even proberen een plekje een hekje geven. En daarna ga ik het hele blok eronder uithalen. Dan kunnen we die pinnen, die motorsteunen aflassen. En deze aflassen, want ja. Dan is het blok eronder uit. Je hoeft het dan niet af te dekken. Zo. Nou, zoals je ziet, dat gaat er kijk op dichtbelast. Maar ik heb nu twee hechten waar ik op kan beginnen. Dan kan ik hem zo mooi dicht zwaaien. Dus dat komt wel goed. We gaan nu uit elkaar schroeven. En dan kom ik bij jullie terug als we hem gaan aflassen. Ik heb hier het frame. Met alles erop en eraan. Alles is er vanaf. Dan kan ik hem mooi aflassen. Ik heb nog op een paar andere plekken. Dus ik ook nog op een paar lasjes moet leggen. Maar daarvoor moet het frame op zijn kop liggen. Dus dat kunnen we ook meteen gaan doen. Maar goed. Nu eerst deze schuine buizen lassen. En de lip voor de motorsteun. En ik zeg lip, maar geen lippen. Want die andere, die heb ik eraf geslepen. Want dat moest, omdat anders het blok er niet uit komt. Het blok er niet uit kan. Want die zit dan hier. En die kon er dan niet uit. Maar nu deze en alles, kan die er wel uit. En hoe ik dat ga oplossen? Tegen deze buis ga ik dan een draad aan het lassen. En dan... Kijk, twee gaten boren in de nieuwe lip. Eentje voor de motorblok, bout die daarheen gaat. De andere die kan tegen het draadeind aan. Daar doe ik dan een boutje op. En nou, dan kan de grote pen ertussen. Draadeind voor de motorsteun. En op die manier voor de motorsteun om het blok echt vast te zetten. En op die manier kan het blok er gewoon in en eruit. Zonder dat telkens iets losgeslepen hoeft te worden. Dus, laten we gaan beginnen. And I didn't understand that you I can't wait.
Hindsight is bleeding when your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other. Zo dan, mijn spray is afgelast. Ik heb een paar plekjes nog wat extra afgelast waar ik toen niet bij kan. Flink uitgekomen deze video, vind ik. Echt flinke voortgang gezet. En we komen natuurlijk steeds dichterbij bij het moment toch kunnen rijden. Maar dat duurt nog wel eventjes, want het hele frame moet ook nog helemaal geschuurd worden. Dat is echt een werk. Dus er is nog zat werk te doen. Maar het grootste deel, want eigenlijk is het frame gewoon af op de slijper na. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. Ik ben echt ver gekomen deze week. En dan wou ik het voor deze week hierbij laten. Dit was een video. Hopelijk vond je de video leuk. Like.